allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van de F1 Manager Career Mode. We zijn nog steeds bezig met de AlphaTauri Career Mode. En we zijn onderweg naar de Emilia-Romagna Grand Prix. En daarna de Grand Prix van Miami. Zoals had gezegd, 2 per race gaan we doen. We hebben wat dingetjes te doen. We hebben een stemming voor de regels voor een kleine technische wijziging. Dus of de koeling wordt gedaan, of de luchtstroom wordt gedaan. De koeling of de luchtstroom. Nou, laten we even kijken bij de auto. Wat is het minste punt? Koeling of luchtstroom? Koeling. Dus laten we de koeling maar doen. Koeling, maar nog zo'n koeling. Ik ben altijd kwijt wat ik. Koeling is het minst van deze auto. Er wordt vergeleken met gemiddelde op de critical zeggen. Maar de koeling, dat is het slechtste. Oké. Okay. Koeling remmen, koeling motor. Dus koeling laten wijzigen. Oké, okay, dat hebben we gedaan. We zijn er weer ook een aantal dingen die uiteraard weer gerenoveerd moeten worden. Ben je ook bijna het hele seizoen mee bezig? Fucking hell. We hebben natuurlijk geen geld over, hè? Elke keer alles. Renovatie. Echt belachelijk hoe vaak dat moet. Even kijken, verder hebben we niks te doen volgens mij. Hadden we al de race doelstelling gezet? Nee, nog niet. Dat doen we nu. Bereik Q3. Bereik Q2 met beide auto's. Nu wel weer punten. 10e plaats gaan we voor. En daar zijn we nog steeds mee bezig. Oké, laten we dan richting de Grand Prix gaan bewegen. Nieuwe belangrijke voorraad op. Even kijken, voorraad te testen. 1 over. 2 over. 1 over. 1 over. 1 over. En 1 over. Oké. Okay. Geen probleem met. De kopterplatform is gedaan. Dan hebben we de uitslag van de stemming. Ik ga er vanuit. Wijzigingen, goedkeuring op de koeling, gefocuste wijzigingen is gebeurd. Alleen Ferrari, Mercedes en Alfa Romeo waren voor het andere. Oké, dus dat was een vrij duidelijke stemming. Sorry, even de deur dicht. Even kijken wat we dan gaan doen. We hebben ook trouwens ontwikkelingspunten, zie ik. We gaan even kijken naar de auto. Want we hebben weer, als het goed is, een nieuwe ATR-periode. De vloer is al bezig. Een nieuw project. De koeling moet ook gedaan worden.
Maar stond op dat ding is dat er een nieuwe periode was begonnen. Is helemaal geen nieuwe periode begonnen. Nou, heel vreemd. Oh, ik weet al wat er begonnen is. Het is 14 april geweest. De nieuwe periode voor dat je kan kijken naar de volgende. Mijn fout. Oké, dan kunnen we nog geen nieuwe doen dus. Dus we gaan op naar de training. Kijken of we weer voor 100% kunnen zorgen. Bewolkt, maar droog. Oké, dat verder niks te zeggen. Oké. Oké, we hebben de trainingen gehad. Eén minuscuul puntje ontbrak er bij Gasly. Verder alles op 100%. Dus redelijk tevreden over dat. Kijk wat dat ene minuscuule puntje had kunnen zijn. Denk dit. Denk letterlijk dit. En dan moeten we de auto-onderdelen weer voor Gasly gaan doen. Wat ook de IRS maar doen dit keer. Wauw, versnellingsbak is echt in de bin. Hey, crash, meteen flink wat onderdelen dat redelijk kapot is. Oeh. Norris gaan we ook motor maar doen. En de versnellingsbak. Die zijn ook wel redelijk toe aan vernieuwing. Dan gaan we de kwalificatie doen, kijken waar we kunnen kwalificeren. Kunnen we weer in de top 10 staan? We gaan het afwachten, we gaan het zien. Radio check, oké. Are we done it again? Kassie 9, oké, valt mee. Norris, eerste! Hallo! Oké, daar komen er nog een paar auto's onderheen. Dag al ik, wauw, Norris eerste? Waar komt dat vandaan? Maar 5e, nog steeds prima. Als hij werd opgehouden vandaar dat hij 14e stond. Maar allebei door naar Q2, dus dat is fantastisch. Kijk wat Norris neerzet. 2e tijd van Lando Norris. Auto is looking good. In Emilia Romagna. Looking fantastic. Oké, derde kwalificatie dan. Op dit moment 1-2 voor de Alfa Tauri's. Ah, Russell verstoort het. Russell komt op de tweede plaats. Norris nog steeds op pol. Russell en Gasly volgens mij dezelfde, exact dezelfde rondes. Wat kan Russell, Gasly doen? Strijden wij hier om pole position? Wat is er met Pouchard aan de hand? Volgens mij rijdt Pouchard al niet meer voor een ronde. En hebben wij sowieso pol in ons handen. Oh my god. Pole position. Voor Lando Norris. Mijn eerste pole position in de game. Op 0,01 seconden. Van George Russell. Ik kan dit niet geloven. Ik was hier nog niet... Ik had dit nog niet verwacht. Pol. De teams en coureurs staan te trappelen. Alfa Tauri heeft een geweldige kwalificatie gehad. Dit is een uitgelezen mogelijkheid. Oh, wauw. Pole position. Unbelievable. Oké, wat is de verwachte verslag voor de strategie? Zacht medium of medium hard. Oké. Wat heeft Norris nog eigenlijk? Hij heeft 2 nieuwe mediums. Dus ik doe een. Ik doe een medium. En dan kijken we hoe het gaat. Ik sta met de medium. Oh. En ik zet hem even op A. Maar kan nog wijzigen dan. Kassie hetzelfde, denk ik. Kassie hetzelfde. Medium.
Wat een succesvolle kwalificatie trouwens. Pole position. En Gasly start vanaf de derde plaats. Fantastische kwalificatie. Oké. Hiermee gaan we starten dan. De race gaan we aanvangen. Misschien moet ik even afkloppen, maar er met een een Alfa Tauri op 1 en 3. Wat kunnen we hier doen? Op Emilia Romagna. Hebben we een goede start? Kan ik een goede camera krijgen? Jazeker. Meteen geel even in sector 1. Ik zie niet echt iemand helemaal wegvallen. Ook al dat een momentje, maar ik denk niet dat het veel was. Nu even kijken naar de McLaren. Van de baan geduwd. Je ziet hem ervan afschuiven. Nee. Merk trampen wat van. Oké, we staan op 1 en op de 3. Oké, kunnen we iets met Gasly voor veroorzaken? Wat is onze race pace bijvoorbeeld? Waar gaat het trouwens? Ook op mediums, oké. Gasly? Gasly, via de buitenkant? Nee. Durft het niet aan, blijkbaar. Kom op, Gasly. Doet het weer niet. Wat nu dan? Passeer. Die fucking Mercedes dan. Juist. Goeie exit. En een 1-2'tje voor de boys in Alfa Tauri. Gasly nu binnen. Gasly basically alleen om Bottas zijn undercut weg te laten. Ik had verwacht eigenlijk dat er nog meer binnen zou komen, vandaar dat ik Norris al aan het pushen was. Is daar wel al 2 seconden weglopen bij Russell, dus we kunnen nu op standaard zetten. Oké. Okay. Als we voorkomen graag dat Bottas in de DRS komt van de Norris heeft een goede pace te pakken. Prima. Kijk wat hij doet hier. Normaal rondje. 18,5. Gaat hij daar naar binnen? Nee, alleen Perez. Dus we wachten nog even. Hij heeft een goede pace. Oké, Norris is binnen. Ik ga ervan uit dat Verstappen en Sainz ook naar binnen gaan. Verstappen is inderdaad binnen. Sainz rijdt nog door. Oh ja, natuurlijk, hij is op harts. Magnussen rijdt door, is ook op haat. Dat is 1. Kom op hier aan de binnenkant. Oh yes. Alfa Tauri schuift een plekje op. Let's go.
Fuck off, Magnussen. Zit niet eens in dezelfde race, man. Die inhaal, die dickhead. Goeie inhaalactie daar van Alpine. Waarom haal je in? Zit in een hele verschillende race. Ik rijd voor de winst, jij rijdt voor punten. Dickhead. Absoluut dikheid, die Magnussen. Hop. No way, je gaat niet daar nog een keer blokken, vriend. Have a nice time, bro. See you at the finish. Weet je wat er gebeurde, maar het was even geel. Oké, we hebben hem in ieder geval uit de seconde weten te krijgen. Oké, Sainz is nu binnen. De laatste pitstops van de race. Of hier een beetje kunnen besparen. Nog steeds tiende. Sainz heeft gewoon moeite om Ricciardo en Puccini in te halen. Okay, ik denk dat we de volgende lap gaan we één ronde pushen met Gasly. Kijken we misschien snelste ronde. Kijken of we meteen voorbij Bottas kunnen en meteen Bottas buiten de seconde kunnen krijgen. Nu dus. Oh. Never mind. Zo te horen ging daar iemand buiten de baan. Never mind. Of Bottas maakt gewoon een fout. Oh my god. Ik dacht letterlijk, nou, kijk of ik hem kan inhalen. Wat is er gebeurd? Mensen willen echt een gele safety car veroorzaken. Fucking hell. Bottas 3. Gasly loopt al gewoon weg. We lopen gewoon weg bij de rest van het veld. Deze auto is beter dan ik had verwacht. En dan gaan we richting de finish. En dan gaan we op naar 1-2'tje. Niet door een later safety car, maar puur qua pace. De hele race, pace was al de hele race goed. En dat is het, 1-2'tje. Norris 1, Gasly 2. Volgens mij zetten we nog zelfs de snelste ronde. Dat gaan we nog eens bekijken. Ik weet niet zeker, maar volgens mij zetten we zelfs de snelste ronde. Als dat zo is, hebben we de maximale punt. Wat hadden we? Pol, punt. Snelste ronde misschien, punt. 1 en 2. Fantastisch. Dit geeft echt een boost voor de kampioenschappen. Norris wint dus. Mogen we weer even een keertje een podium zien. Yes boys. Yes, 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 yes boys. Oh, fantastisch. Ik had niet verwacht dat we zo snel ineens zouden zijn. Maar je ziet het. Je ziet het. Alfa Tauri. Gewoon de snelste auto deze hele raceweekend. Norris op de eerste plek, Gasly tweede en Bottas derde. Het enige wat ik niet weet, had Norris nog de snelste ronde weten te pakken in die laatste lap. Dat is iets wat we nog even naar moeten kijken. Je zou denken van niet. Je zou denken van niet.
Altijd mooi, de podiumfestiviteiten dan. Hier zien we de drie coureurs die vandaag de meeste punten pakken. Plus natuurlijk een welverdiende trofee. Een verdiende uitslag voor AlphaTauri. Ze hebben een geweldig raceweekend gehad. Het zal me niks verbazen als het team heel wat harte heeft veroverd vandaag met deze prestatie. En na dit resultaat staat het team vierde in het constructeursklassement. Twee plaatsen geklommen. Klinkt slecht, maar het gat met de top 3 was groot. Daar wacht ons in het Hard Rock Stadium weer een spannende race tijdens de Grand Prix van Miami. Bam, 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 bam. Maximaal punten. En inderdaad, Norris pakt nog de snelste raceronde in de laatste lap. Een 1.15.6 pakte hij het. En daarmee hebben we met dat ook dus gewoon 45 punten gepakt deze raceweekend. 45 punten. Kijk naar de teams of de coureurstanding. Norris pakt nu daarmee de vierde plaats. Staat 15 puntjes maar achter Leclerc. Die maar 6 punten wist te pakken. Dus ook daar komt Norris gewoon in de strijd nu mee. Gasly die staat 8e met 31 punten. Even kijken. 28 punten achterstand op Leclerc daarin. Constructeurstanding. Red Bull eerste voor Ferrari. Dan Mercedes. En dan komt AlphaTauri. Met 45 punten komen we echt wel een pak aan punten dichterbij op Red Bull en Ferrari. Mercedes had ook nog een redelijk weekend. Komt ook iets terug. Dus de top 4 is dichter bij elkaar gekomen. En om de strijd om in ieder geval best of de rest te worden, hebben we wel even een goede slag geslaan op McLaren. Is natuurlijk bij de lange na niet gespeeld, maar dit zijn de goede raceweekenden. Redelijk wat punten voor Norris. 2,2 miljoen in de bank. Zo, een nieuwe dag en een gevolg van deze tot nu toe fantastische aflevering. 1-2'tje afgesloten in Emilia Romagna. En we gaan nu onderweg naar de Grand Prix van Miami. Even kijken, want ik zag dat we het punt hadden voor de buikrus. Wat stond daar? Oh ja, vorige uitslag, tweede en eerste. Fantastische uitslag was dat. Kijk. Ik wil de pace ook heel wat verhoogd bij Gasly, die daarom nu 87 algemeen is. Oké, Norris krijgt nog niet in de 90. Dat zou echt fantastisch geweest zijn. En ook Larsen mag een niveautje omhoog, is nu 72 algemeen. Oh, hij komt uit Nieuw-Zeeland, wist ik niet eens. Ook een puntje voor T. Chuang. En die heeft nu alles 80 plus. Ook weer een puntje voor Dirk de Beer. Hamelin had 2 puntjes. En Ben Michel wel weer. Ik dacht wat extra voor de feedback. Dus is dat gedaan. De auto's. Nog 7 dagen wachten. Dan kunnen we de auto's onderdelen doen. Oké, dan gaan we even door. De ontvangstruimte is afgerond. Lovely. Vanging zou weinig zijn. Nog steeds 1 reserve, dus prima. En dan nu op stop zetten. Want de nieuwe ATR-periode is begonnen. Dus we kunnen weer gaan kijken voor upgrades. De onderzoek. Oh my god. Onderzoek gaat echt een heel groot verschil doen. Bijna alles wordt gewijzigd volgend seizoen. Het is nog een beetje vroeg om al daaraan te denken. Dus we zetten eerst gewoon onze aandacht naar voren. Topsnelheid is goed, acceleratie kan beter. De vloer wordt al gaan gewerkt. Achtervleugel, die kan echt wel verbetering gebruiken, zo te zien. Dus dan laten we daar even flink in gaan investeren.
De luchtstroom is echt heel bizar slecht. Kijk, als ze dat gaan, hebben we ook inmiddels dan een redelijke goede achtervleugel beschikbaar. Zetten daar de overige 6 man in. Kijk hoe lang het alleen duurt. Er is nog 8 dagen voordat deze klaar is. Dat is. Gaat toch niet veel sneller als dat. Oké, okay, dan is dat net na de Miami Grand Prix is dat klaar. Oké, okay. Dan gaan we nu richting de Grand Prix. Gaan we de trainingen doen en dan kijken of we weer zo'n succesvolle Grand Prix kunnen hebben voor deze aflevering. Oké, okay, trainingen zijn gedaan. Posities, dat is niet heel erg belangrijk. Dit is het belangrijke. Bijna alles 100%. Eén klein minuscule procentje bij Gasly die we missen. En dat komt door de remstabiliteit. Ik denk dat dit hem al is. Ik denk dat dat hem al is. Even die juiste onderdeel installeren. Dan zijn we echt gedoemd qua pace met Gasly. Als je hem überhaupt kan uitrijden met deze onderdelen. En ook met Norris wat onderdelen naar de verbeterde versie brengen. En dan gaan we een kwalificatie doen. Kijken of we weer met beide coureurs op Q3 kunnen kwalificeren. En hoe ver we in de buurt kunnen komen van de pole position van de vorige weekend. Oeh, Leclerc een momentje gehad. Gasly gaat gewoon hier bijna iemand inhalen. Oh my god. Hoe is het Alpine? Alpine lijkt heel sterk. Magnussen dicht bij de eerste plaats. Oh, Gasly gaat meteen naar plek 2. En dat werd opgehouden door de Alpine. Hebben wij nu een goede aantal te pakken? Dat kunnen we gaan zien aan de tijd van Norris. Ik zie nu al gezakt naar de vierde plaats. Vijfde zelfs. Wat zet Norris neer? Zesde tijd. Vijfde en zesde. Beide makkelijk door naar Q3 dus. Oh, voorzichtig. Q2. Eerst Q2. Voordat we naar Q3 kunnen denken. Kijk, Gasly op dit moment vijfde. Gevolgd door Norris. Die gevolg die zat er iets voor zelfs. Zijn die van interval zeg, wauw. Weinig verschil tussen. Gasly naar 2. Wat kan Norris dan doen? Paar sector 2. Kan Norris naar de eerste tijd gaan? Oh, zo ontiegelijk dichtbij Russell als Norris. Tweede en derde. Onze auto heeft nu de pace te pakken om mee te doen voor pole positions. En dan hebben we nog een update richting de volgende Grand Prix te gaan. Derde en tweede. Simpel door allebei weer. Lovely. Misschien moeten we straks die doelstelling een keertje wat hoger zetten dan. Kijk wat Cassie voor tijd kan neerzetten. We kijken naar een 1.27.799 van Max. En op dit moment Gasly zetten. Pole position tijd neer. 27.27.
Nergens zag ik paars. Maar wel sneller dus als Verstappen gegaan. Wat kan Norris doen? Hij is de laatste. Dus sowieso Pol weer. En Norris zet een vierde tijd neer. Oeh, Norris. Hoe kan dat? Norris, even kijken. Laat veel liggen ten opzichte van de laatste sector ten opzichte van Gasly. Gasly pakt de Pol in de laatste sector. Verstappen de snelste in sector 1 en 2. Maar Gasly bij ver versneller in sector 3. Wauw. Dat is een big marge. En dat is de tweede pole position op rij. Vorige race hadden we de eerste pole position als Alfa Tauri. En vandaag meteen ook de tweede. Wauw. Alfa Tauri heeft een geweldige kwalificatie gehad. Ja, zeg dat wel. Gelezen mogelijkheid voor het team om het raceverloop te dicteren. En veel punten te proberen te pakken. Geen race interference. Gasly heeft twee mediums over en één bloednieuwe fantastische softs. En hetzelfde geldt voor Norris en de nieuwe hards. Dus ik weet niet wat zij voorspellen. Zij voorspellen een hard, medium, medium. Weet je wat wij doen? Medium, hard, medium dan. Ik wil een beetje... Oké, ja, de keuze is gemaakt. Oh, ik vergeet hem altijd op te slaan, hè. Check. Dat is voor Gasly. En laten we dan met Norris het tegenovergestelde doen. We hebben twee verschillende strategieën. Oké, nou dit is de strategie, allebei strategie B, alleen een kleine twist bij Norris. Nou, ben benieuwd, kunnen we voor twee overwinningen op rij gaan? We hebben sowieso al de extra punt voor de pole position. Pole position houden. Oh, fantastisch. En dan gaan we van start hier in Miami. Kunnen we de pole position houden? Wie heeft de betere start? Lijkt erop alsof Verstappen de betere start hebt. Allebei op mediums, dus dat is het niet. Norris blijft vierde. Ik zou het niet eens erg vinden om ingehaald te worden. Nu is het toch voorbij gekomen, oké. Dat doet Gasly goed. Russell, Norris. Gaat redelijk mee. Uiteraard is alles nog. Wat ben je aan het doen, kerel? Nou ja, ik had gezegd dat hij moest pitten. Gaat hij nog niet pitten? Mercedes schuift een plek op.
Ja, ik had eerst een rondetijd is. Verschil tussen Gasly en Verstappen. Verstappen komt nu over de finish en zet een 1.33.1 neer. Wat doet Gasly daar tegenover? 1.31.3. Oh, veel sneller als Verstappen. En Norris zelfs een 1.30.9. Dat heeft dikke voorsprong ook op Ricardo inmiddels. Goed bezig jongens. Mop. Ah, Norris heeft zoveel moeite gewoon om voorbij te komen aan deze drie. Mag ik even dame? Laatste ronde is ingezet door Gasly. Binnenkant, daar zijn. Ik volg eigenlijk helemaal Gasly niet meer, maar. Alfa Tauri schuift een plekje op. Hop. Zesde plaats zou nog redelijk oké zijn. Kijken naar Gasly! En die wint de race! 26 punten voor Gasly. Gasly passeert het zwart-wit geblok als eerste. Kan Norris nog iets doen? Antwoord is nee. Oké, Gasly 1 en Norris op de zesde plaats. Te veel achtergebleven bij die hardrunners. Ik had wel verwacht dat hij er voorbij zou komen. Ook Ricardo bleef derde staan, hè? Niet voorbij Verstappen gekomen. Dus Red Bull 2-4 en Alfa Tauri 1-6. Twee winsten op rij. Fantastisch. Dan gaan we heel goed uitzien in beide standen zo. Daar komt de prijs voor Gasly. Zijn eerste overwinning in dit seizoen. Nadat Norris vorige race zijn eerste pakte van dit seizoen. Verstappen zal ook wel redelijk tevreden zijn. De verdere concurrentie die het dichtst achter ze stond, heeft hij achter zich gehouden. En Gasly is tot nu toe nog geen bedreiging voor hem. Tenzij we dit vast kunnen houden. Ik moet natuurlijk wel zeggen, ik heb Norris natuurlijk veel secondes laten verliezen door de tegenstander achter te houden. Dat heeft natuurlijk ook veel tijd voor Norris gekost. Het weekend zit erop en het team staat op de tweede plaats in het constructeursklassement. Oeh. Volgende week keert de F1 terug naar Europa. Hoor ik nou dat we tweede staan als team? En dat wordt een verhitte strijd daar in Spanje. Kijk eens aan. Hier hebben we de uitslag van de race. Gasly wint dus. Pakt de volle 27 punten. Had hij dan ook al de pole position? Ja, hij had ook al pole position. Dus snelste ronde. Pole position. En 25 punten.
voor Verstappen, Ricciardo, Leclerc, Perez, Norris, Bottas, Zhou, Magnussen en Sainz. Kijk naar de stand bij de coureurs. Leclerc, dus eerst, ik zei dat Gasly niet veel probleem voor Verstappen is, maar hij staat er wel niet inmiddels voorbij. Maar 13 punten staat Gasly achter op Leclerc, die maar 12 punten pakte. Perez tweede, dan dus Gasly, dan Verstappen en Norris vijfde in deze stand. Red Bull eerste bij de teams, gevolgd door Alfa Tauri nu. Wij staan dus gewoon tweede bij de teams met 110 punten. 18 puntjes achter op Red Bull, 7 punten voor Ferrari. En nu een mooie 22 punten voor op Mercedes. En als we even kijken naar McLaren, waar we normaal naar zouden kijken, staan we al 67 punten voor. Dus dit is een hele goede aflevering geworden. Twee overwinningen. Veel punten voor Norris. We waarschijnlijk veel kunnen doen. Ik weet niet waarom, maar ik krijg nog eens zoveel punten. Vanwege dat hij goed verdedigd heeft. Geen idee. Maar goed, dat was het dan voor deze aflevering. Een zeer succesvolle aflevering. Twee overwinningen erbij. Twee pole positions erbij. Volgens mij ook allebei een keer de snelste ronde kunnen rijden. Dus beter kan niet. We gaan even naar het klassement. 1 zegens voor Red Bull tot nu toe. 2 zegens voor ons. 3 podiums. Ten opzichte van 4. 4 keer de snelste ronde al gereden. Van de 5 races hebben we 4 keer de snelste ronde. En ook 2 pole positions. Maar hier gaan we het voor deze aflevering bij laten. Dus als altijd even duimpje omhoog. Abonneer op het kanaal. Voeg ook de kanaal in de beschrijving hieronder. En tot de volgende keer. Goed toe.